Ze beginnen een beetje de André Hazes junior en Monique Westerberg van het opiniehoekje te worden, Fidan Ekis en Wiert Duuk. Dan zijn ze weer samen, dan zitten ze weer te kibbelen aan een talkshowtafel, dan is het weer uit. Het laatste nieuws is dat de meest recente liefdesreunie van het tweetal toch weer op niets is uitgelopen. Fidan heeft in haar vrouw column bekendgemaakt dat ze weer single is en deed daar heel catastrofaal over. Waar ik nu sta? Midden in een existentiële crisis. Geen relatie, geen idee wat ik verder wil op carrièrevlak en een onstilbare honger om de wereld over te reizen. Met kind, schreef ze met gevoel voor drama. Het klinkt alsof er een soort crisisteam moet worden opgetuigd om Fidan weer op te lappen, maar de Op1-ster stelt haar lezers nu gerust. Haar ironie blijkt niet goed te zijn overgekomen. Volgens Fidan gaat het juist hartstikke goed met haar, reageert ze in een story op Instagram. Even dit, mensen wensen me sterkte omdat ik verdrietig zou zijn na een relatiebreuk. Heel lief, maar ik ben toch echt al tijden gewoon single en happy, schrijft ze. Ze vervolgt, een vrij ironische column over een existentiële crisis van mij in vrouw leidde tot een klusterf sterretje CK. That's all. Verder niks aan de hand. Nogmaals, bedankt voor de lieve berichten.